Elke jongen, en volgens mij ook wel meisjes, die het, hebben het wel eens gedaan. Steentjes keilen over het water. Tuurlijk! Die wel 4, 5 of 6 keer laten stuiteren. En geloof het of niet, ook daarvoor is een wereldkampioenschap. Ja. Niet voor jongens, maar voor volwassen kerels. Het wordt gehouden in Schotland. Zeeuwen en Vlamingen doen het dit weekend aan mee. Kijk eens aan. Ja! De vader! Die was te zwaar. Boetje! Boetje! Boeienborg, jammer van de afstand. Ja, zeker jammer van de afstand. Want daar draait het om bij de wereldkampioenschappen. Steentjes van jullie. Dat was het beste. Ja, dat dacht ik. Zo ver mogelijk. 61 meter is het wereldrecord. Het is een beetje boerenkamer. PVV. Ja, 3 keer skippen. Dus met een T, leuk. Sporen maken, dan is die, dan telt hij. Nederlands keilt hij, nee jongens. Het staat er nu. Voor ons makkie. Je hebt ook een freestyle. Van oranje speerkronde, dat is ook geweldig. En dan gaan die stenen dus alle kanten op. Of je gaat bijvoorbeeld kijken van hoeveel maximaal aantal sprongetjes die kan maken. Big rock. En zo'n worp heeft dan nog een fraaie naam als Drunken Sailor of The Jesus. Dat is een Jesus. Geweldig! Achter het hoekje. En je geeft hem ongeveer 14 omwentelingen per seconde mee. En dat geeft een soort, dat klinkt allemaal heel wetenschappelijk, maar het is allemaal onderzocht. Daar zit dus een soort luchtpuntje onder. Dus hij planeert als het ware over het water. En dat is de truc. Ja, dan moet hij eerder. Wat is dit gaaf? We staan er te lachen, jongens. Een koppel niet. Als je volgend jaar een Europees kampioenschap willen halen bij de Vlaardingse krabbelbos. Oh, is die goed? Oh man, hij is er echt geweldig.